die dit verleden ook nog even op de schaatsbaan probeerde. De marathonploeg van Elfstedentochtwinnaar Henk Angernet. Maar uiteindelijk toch koos voor de twee wielen in plaats van de gladde ijzers. En, die keuze is wel uit te leggen. Zeker vandaag. En zeker de afgelopen jaren. Ja, Costa is bij Bevan gekomen. Louis Massi is, die is weg. En hij is ook weg, hè? Ik denk dat hij gaat winnen. Ja, hij is weg. Deze tunnel. 2,5 minuut hadden ze aan het begin van de klim. Ik dacht nog even. Dat wordt nog lastig. Maar ja, met deze benen. 25 jaar oud is die. En het ziet er naar uit dat hij op weg is naar zijn eerste profoverwinning. Geboren in Ierseke. Maar gisteren dus de talenttour begon. Toch wel de man die, kijk eens hier, is de helm nu losgebroken bij de klassementsrijders. Elizonde die vol gas geeft voor Bernal. Ja, Frank die er doorheen zakt. Dus al gevallen. Matthias Frank, de Zwitser. De Zwitserse hoop voor deze hittekoers. En dan is het niet te hopen dat het te snel gaat. 1,5 kilometer nog voor Tolhoek. En hier is het spel begonnen. Ja, de Zwitsers blijven natuurlijk bij hun plaatselijke favoriet. Kenny trekt nog een keer door. Potso Vivo zit erbij. Dat is de man die uiteindelijk het voor Bahrein Merida moet gaan doen. En Soler, Dennis. Soler zit er nog bij. Jan Hirt. 1400 meter nog voor Anton Tolhoek. 1400 lastige meters. Die stukken van 12% die gaan nu komen. Alles geven nu. Ja, maar deze jongen met zijn klimcapaciteiten, dat moet hij toch kunnen? Ja. Moet hij toch kunnen redden? Dik een kilometer, 55 seconden. Voor deze man hoeft hij niet bang te zijn. Nou, daar komen ze alle. Op deze mannen. Kijk, die zitten op 30 seconden. Dus er zit geen 55 meer hoor. Denk ik dat het minder is. Spannend hoor. En die laatste 500 meter, die zijn dan wat minder stijl. Maar dit is echt nog een rotstuk hoor, waar hij nu op rijdt. Hier moet hij even doorzetten. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hij heeft echt veel te danken aan Lindeman aan het werk in de vallei daar. Daar is de boog van de kilometer. 1,2 kilometer, nog 30 seconden die daarachter heeft. 1 kilometer nog voor Anton Tolhoek. Hij kijkt naar beneden. Ja, dan ziet hij dat er voorlopig nog niemand komt. En dat moet hij misschien wel nog een extra zetje kunnen geven. De Slovaakse vlaggen die moeten nog even wachten op het geel van Peter Sagan. Want hier is ander geel dan wat cool is op deze Vlaamse berg. Ja, 1995. Oh, kijk eens wat een tempo. Oh, die Bernal zegt, die komt met een tempo eraan. Dat is niet normaal hoor. Ja, die heeft een mijn vrijheid, die man. Het was serieus gemaakt, ze maken nu hoor. Want dit gaat wel heel hard hoor. Hier rijdt een Koenjaanse twee naar boven. Jongens. Ja. Maar hij ziet hem nog niet, dat is dan weer het voordeel. Jongen, wat rijdt deze man hard naar boven. Maar we zijn ook benieuwd hoe het met Tolhoek gaat. Waar zit hij op dit moment? Hier zit hij. Hoe ver is het nog? Meter of 500? En weet hij wat er van achter komt? Het is niet te hopen voor hem. Toen rijdt de auto al. Dat wordt wel heel lastig hoor. Het is nog zo'n stijl stukje hier. Hij is ook een beetje stilgevallen, hè? Bernal, daar komt Heert. Ja, het was inderdaad een Bernal-jump, hè. Ik ook een paar keer zagen Catalonië samen met Quintana. Is het genoeg? Is het genoeg voor Tolhoek om deze rit te winnen? Interessant die gegevens van Bernal, maar we willen nu zien wat de leider in de wedstrijd doet. De leider uit Nederland, Antoine Tolhoek. Hier, dan wordt het lastig. En Bouchard is volgens mij de man van AG de Chet, die ook nog goed daarmee fietst, hoor. Geoffrey Bouchard. En
En de rest van de favorieten wordt op grote achterstand gereden door Bernal. Bernal zit ver uit de beste. Kan het niet zo lang meer duren. Ah, het is nog 400 meter. Oh, het is nog een eind hoor. Het is toch nog een eind voor deze Anton Tollen. Wat is die laatste kilometer van lang? Dat wisten we natuurlijk al dat hij stijl was. Het shirt helemaal open. De mond straks ook helemaal open. Dan kan hij uiteindelijk nog zijn handen omhoog steken. Valt Bernal toch een beetje stil daarachter. 300 meter nog. Dat gaat in één keer snel. Nog 300 meter. Waar is Bernal? Ziet waar heel erg zon graag. Daar komt hij al. Oh, eentje. En hij heeft hem, hè. Hij kan hier wel de leiderstrui gaan pakken. Maar wie pakt hier de ritwinst? Het zal op het randje zijn hoor. We gaan hem wel pakken. Maar er moet met een geweldige jump nog komen. Wat een prestatie van Anne van Tolhoek. Deze etappe winnen op de Vloemsenberg. In de aanval gaan. Goed werk van Bert-Jan Lindeman. De mond helemaal open. Alle expressie laat hij zien. Bernal kijkt naar achter. Ja, die denkt van... Ja, leiderstrui prima. Dit is de grote man vandaag hoor. De kleine grote man uit Ierseke. Antoine Tolhoek pakt de etappe op de Vloemseberg naar Pantani in 1995. Is deze naam ook wel klinkend hoor. Antoine Tolhoek, prachtig. En daar komt Bernal. Ja, de